Er is vandaag een man opgepakt in het onderzoek naar de dood van de ermeloze vrouw. Een schenking van honderden bijzondere kunstwerken aan het Kröller-Müller Museum. Mooie schenking van met name ruimtelijke sculpturen, grote installaties. En de laatste overlevende van de razzia in Putten is overleden. Goedenavond, het nieuws van donderdag 22 augustus. De politie heeft een 29-jarige man uit Zwolle opgepakt voor de moord op de 27-jarige Tara uit Ermelo. De man en de vrouw waren bekenden van elkaar. De verdachte is nog niet verhoord en heeft ook nog geen bekentenis afgelegd. De man wordt ervan verdacht dat hij Tara met geweld om het leven heeft gebracht en haar lichaam daarna verpakt in de Nieuwe Vecht in Zwolle heeft gedumpt. Het slachtoffer werd zondag al gevonden, maar pas gisteren werd bekend dat het om de 27-jarige Tara gaat. Vrienden en bekenden van Tara reageren geschokt op haar dood. Haar ex-vriendje Edwin, die niet herkenbaar in beeld wil, kon zijn oren niet geloven. En je denkt eigenlijk alleen maar van, nou, het kan niet. Het kan gewoon niet zo waar zijn en het kan niet gebeurd zijn. Maar toch uiteindelijk wel. Edwin is vooral geschokt over de manier waarop Tara om het leven is gebracht. En op de manier waarbij zij om het leven gebracht is, is gewoon niet normaal. Asociaal. En het is gewoon niet te verwoorden, zeg maar. Tara was volgens de mensen die haar kenden een opvallende verschijning. Ze was nergens bang voor. Ze was niet op haar mondje gevallen, maar deed geen vlieg kwaad. Wel had ze problemen met drank- en drugsgebruik en woonde in een begeleid wonenproject in Ermelo. Daarvoor woonde ze jarenlang in Dronten en Zwifterband, waar iedereen haar kende. Bij deze skatebaan in Zwifterband was Tara geregeld te vinden. Iedereen kende haar hier. Ze hing hier vaak rond met vrienden en bekenden. Gisteravond was op deze plek een herdenkingsbijeenkomst voor haar. Zo'n 60 mensen kwamen bij elkaar om Tara te herdenken. Maar niemand weet wat er precies is gebeurd. Ook voor haar ex Edwin is het gissen. Ik denk dat het eigenlijk gewoon puur geweest is. Foute mensen, verkeerde tijdstip. En verkeerde mensen om de heen gehad misschien. Waardoor ze ermee ingenomen is, zeg maar. Wat gewoon eigenlijk triest is. Voor zo'n meisje die al zoveel meegemaakt heeft in het verleden. De verdachte wordt de komende dagen verhoord en dan wordt misschien duidelijk waarom Tara is vermoord. In de Waal bij Druten is een explosief gevonden. Dat zegt de politie, die een melding binnenkreeg over een bom aan de Veerdam. Om wat voor een explosief het gaat is nog niet bekend. De explosieve opruimingsdienst Defensie doet onderzoek. Mogelijk moet het scheepvaartverkeer op de Waal worden stilgelegd. Het Kröller-Müller Museum in Otterlo heeft een belangrijke en bijzondere schenking ontvangen. Het gaat om zo'n 200 werken uit de collectie Art and Project Depot van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse avant-garde kunstenaars. De kunstwerken vertegenwoordigen een waarde van een kleine 10 miljoen euro. Een heel bijzondere schenking voor het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Vandaag schuiven de bezoekers langzaam langs een kunstwerk van Richard Long. De bezoekers kunnen straks nog veel meer werk van Long zien. 200 kunstwerken van deze kunstenaar en andere avant-garde kunstenaars heeft het Kröller-Müller geschonken gekregen. Die collectie komt oorspronkelijk van Galerie Art and Project. Dat was een galerie in Nederland die in 1968 begon. En heel internationaal opereerde vanaf het begin en eigenlijk de avant-garde naar Nederland bracht. De schenking die naar het Kröller-Müller komt omvat veelal ruimtelijke werken van een keur aan kunstenaars. Zoals Carl André, Adam Colton, Tony Gregg, Barry Flanagan, Hamish Fulton of Nicholas Pope en nog veel meer. Een rij van bekende kunstenaars te lang om hier op te noemen. Het is natuurlijk ook van grote waarde dat zo'n verzameling voor Nederland behouden blijft. Dat die dus niet bijvoorbeeld geveild wordt en over de hele wereld verspreid raakt. Maar dat galerieën, natuurlijk ook de geschiedenis van de galerie is heel erg met Nederland verbonden. En dat die collectie nu ook zijn neerslag vindt in dat museale bezit is echt heel belangrijk. Dat de kunstwerken naar het museum komen, komt omdat de werken goed passen bij de collectie van het Kröller-Müller Museum. In de jaren 70 en 80 kocht het museum regelmatig werken aan bij de galerie. Een mooie schenking dus, die door het museum beslist niet geweigerd kon worden. Past dit werk bij ons en komt dit werk tot zijn recht bij ons? Als het antwoord daarop nee is, dat je het zeg maar alleen maar binnenhaalt voor je depot, ja, dan moet je het gewoon niet doen, want dat is ook niet goed voor de kunst en is ook niet goed voor de schenker. En in zo'n geval zeg je nee. Maar in dit geval tevreden? In dit geval is dat absoluut niet aan de orde. Nee, nee, integendeel. En de nieuwe aanwinsten zijn dus vanaf 6 december in het museum te bewonderen tijdens de tentoonstelling A One Day Walk. Vanochtend is Jannes Priem gestorven. Hij was de laatste overlevende van de razzia in Putten op 1 oktober 1944.
Als vergelding voor een aanslag op een auto van de Duitse Wehrmacht werden op die dag 659 mannen uit Putten weggevoerd. Slechts 48 Puttenaren keerden na de Tweede Wereldoorlog terug uit de concentratiekampen. Im Namen des Wehrmachtbefehlhabers in den Niederlanden wird das nachfolgende Urteil über die Gemeinde Putten ausgesprochen. Das Dorf Putten wird plattgebrannt. Alle männlichen Einwohner der Gemeinde werden nach Amersfoort abtransportiert. Das Dorf Putten soll innerhalb zwei Stunden vollständig evakuiert sein. Het ergste kamp wat ik heb meegemaakt is Lateland geweest. Daar hebben ze mijn onderkaak kapot geslagen, tanden uit mijn mond verslagen. Dat ik met mijn hoofd in de blubber lag en mijn zwager tegen me zei van Jannes, kom op, we moeten verder. In mei van dit jaar gaf Jannes Priem nog een interview aan Omroep Gelderland over de razzia en het leven in de concentratiekampen. De vader van Rijen van den Berg werd tijdens de razzia ook afgevoerd. En ook hij keerde levend terug, maar praatte er nauwelijks over. Het was Jannes Priem die Van den Berg er uiteindelijk over vertelde. Mijn vader is overleden toen hij 65 was en Jannes die begon na zijn 65ste er pas over te praten. En dat zie je bij veel teruggekeerden, zie je dat weer terug. Omdat ja, toch hele moeilijke tijden zijn geweest. Door het overlijden van Priem zal de jaarlijkse herdenking van de razzia in Putten veranderen. Het wordt wel anders, want Jannes legt natuurlijk altijd een krans op de herdenking. En dat gaat nu niet meer gebeuren. We hebben het altijd de teruggekeerde laten doen. Ik denk niet dat wij dat over moeten nemen. Op latere leeftijd ging Priem nog naar scholen om over de razzia te vertellen. Misschien dat ik volgende week even naar de school ga en dan de kinderen vragen kan stellen aan mij hoe of wat. Dat vind ik belangrijk, ja. Jannes Priem is 87 jaar geworden. En straks na het nieuws komt het programma Zomer in Gelderland vanuit Putten. En ook zij staan stil bij het overlijden van Jannes Priem. De naam van het busstation in Nijmeegs stadsdeel Dukenburg is inzet van een felle strijd tussen Brabanders en Gelderlanders. Het busstation heet al sinds de jaren 80 Brabantse Poort. Maar er is een actie gestart om dat te veranderen in station Dukenburg. En op actie volgt een reactie. Ga naar de Brengsite en kies voor Dukenburg, twittert de Nijmeegse buschauffeur. Onmiddellijk gevolgd door een reactie van zijn Brabantse collega. Brabantse Poort mag niet verloren gaan. De strijd is losgebarsten over de naam van dit busstation. Ingeklemd tussen winkelcentrum Dukenburg, treinstation Dukenburg, in stadsdeel Dukenburg. Maar het heet... Het busstation heet Brabantse Poort. Precies, naar het bedrijventerrein in de buurt. Onzin, vindt Dukenburger Van Berlo, die vervoersbedrijf Breng liet weten dat het station Dukenburg moet gaan heten. Ik vind het leuk en het is voor de reiziger veel duidelijker. En ik heb helemaal niks tegen Brabanders, ik kom er zelf ook vandaan. Maar het is een beetje vreemd dat Brabanders gaan uitmaken hoe iets in Nijmegen gaat heten. En hij krijgt veel bijval in Nijmegen. Lieve Dukenburg. Waarom dan? Ja, het idee. Ik ben voorstander ervan dat dit busstation ook Nijmegen-Dukenburg komt te heten. Dus is de vervoerder op de website een peiling gestart, want de mening van de reiziger telt. Iedereen kan stemmen. Moet het Brabantse Poort blijven of moet het Dukenburg worden? De Dukenburgers gaan nog een kop. Maar inmiddels roert Omroep Brabant zich, die dit laatste stukje Brabant in Nijmegen willen behouden. De eigenaar van snackbar de Brabantse Poort is daar blij mee. Ik ben zelf al 13 jaar ondernemer hier. En de klanten noemt ons de Brabantse Poort. Staat ook in telefoonboekjes, internet, websites. En dat moet dan allemaal veranderen. De buschauffeurs zijn ook nog verdeeld. De Brabantse Poort blijven. En waarom dan? Nou, omdat het een mooie naam is. We zitten hier in het zuiden, dus dat hoort erbij gewoon. Geen Brabantse Poort. We zitten hier ook in Gelderland. Het is ook niet helemaal de rand van Gelderland, dus het is ook niet echt de poort naar Brabant, vind ik. Tot maandagmiddag kan er gestemd worden. Dan weten we of het Brabantse Poort blijft of half december station Dukenburg wordt. De meerderheid beslist. Terug naar de middeleeuwen in Nijmegen. Zometeen meer over het Gebroeders van Limburg Festival. Een grote uitslaande brand in Zutphen. Twee loodsen zijn volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond. In een van de loodsen zat een schoonmaakbedrijf. Vreselijk, moeilijk. Alles verloren. Al mijn bussen stonden erin. Al mijn spullen, alles is weg. In de grootste loods zat een timmerfabriek en in de naastgelegen loods stonden antieke auto's. Volgens omstanders zijn die gered. De klas van de omgekomen scholier van het streek uit Ede komt al voor het nieuwe schooljaar bijeen.
Leerlingen en medewerkers van de school zijn volgens de rector geschokt en verbijsterd over de dood van de 12-jarige jongen. Hij kwam om tijdens een vakantie in Noorwegen. Zijn lichaam is gevonden in een rivier. Dit kleine, exotische visje is een bedreiging voor inheemse vissoorten. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit en de stichting RAVON. Het gaat om de blauwband. De blauwband draagt een gevaarlijke parasiet bij zich die voor vissoorten als de brasem en de karper een sluipmoordenaar is. De vis komt veel voor in de uiterwaarden langs de Maas. De wereldtop in celloland komt bijeen in Zutphen. Gisteravond is het internationale cellofestival van start gegaan met een concert in de Sint-Janskerk. Het festival duurt nog tot en met zaterdag. Ook assistenttrainer Robert Molenaar vertrekt bij NEC. Maandag ontsloeg de Nijmeegse club al hoofdtrainer Alex Pastoor. Volgens NEC hebben de club en Molenaar in goed overleg besloten hun overeenkomst per direct te ontbinden. Molenaar kwam eerder deze maand nog in opspraak toen hij tijdens de training aanvaller Søren Rex bij de keel greep. Het is al decennia lang een begrip, de ballonfiesta in Barneveld. Gisteravond is de 30e editie van het festijn van start gegaan. Tientallen luchtballonnen in allerlei soorten en maten die kozen het luchtruim. De ballonnenteams doen hun best om de gevaartes de lucht in te krijgen. En het publiek doet zijn best om alles in beeld te krijgen. Hey, dat is niet gemakkelijk hoor. Dat is niet gemakkelijk. Als je de ballon ze volledig wil hebben, dan moet je er een beetje recht voor over hebben. Nee. Maar het lukt wel hoor. Alsof het zo heeft moeten zijn voor deze 30e editie van de Ballonfiesta, is het weer beter dan ooit. Wij zijn een heel weersafhankelijk evenement. Dus als het weer slecht is en het regent 4 dagen, dan valt ons evenement ook in het water. Gelukkig is dat nog nooit voorgekomen. 3 van de 4 avonden lukt eigenlijk altijd wel. En het ziet er deze keer naar uit dat we zelfs alle 4 dagen met 35 ballonnen omhoog gaan. Of die 35 ballonnen ook allemaal zo ver komen, is nog maar de vraag. Heel rustig qua weer, lekker warm, maar wel heel weinig wind. Weinig wind, is dat een voordeel of een nadeel? Kan soms een nadeel wezen dat je niet echt van een stad af, een dorp af kunt komen. Maar voor de achterblijvers is dat juist een voordeel. Ja, het is prachtig. Ook nu dat ze allemaal tegelijk omhoog gaan en allemaal dicht in de buurt blijven. Dat je ze gewoon heel lang kan blijven zien. En al die kleurtjes. De meeste bezoekers maakt het weinig uit dat zij niet bij de gelukkigen horen die mee de lucht in mogen. Maar het lijkt me toch een beetje eng. Ik vond geen geld. Waarom niet? Dat doe ik niet. Ik had heel lang druk. Gewoon niet in de vliegtuig. Ik durf niet. De Ballonfiesta duurt nog tot en met zaterdag. 3 gezinsleden die allemaal op hetzelfde moment trouwen. Het gebeurt vrijdag 13 september in het Arnhemse Sonsbeekpark. De vader, zijn dochter en zijn zoon en hun partners rijden in 1 auto naar de trouwlocatie, staan samen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en geven ook samen een feest in Arnhem. Een trebuchet is een van de grote attracties dit weekend op het Gebroeders van Limburg Festival in Nijmegen. Vanochtend begon de opbouw voor het middeleeuwse spektakel dat komend weekend wordt gehouden. De trebuchet wordt het festivalterrein opgereden. Het is nog een hele klus om het gevaarte van 11 ton op te bouwen. Het lijkt een soort katapult die niet werd gebruikt om steden te verdedigen. Dit is een aanvalswapen gebruikt in de middeleeuwen om die zware middeleeuwse muren te kunnen omzeilen. Om een middeleeuwse stad te kunnen beschieten en te vernietigen. Dus het gebeurde met kruiden, met kogels, met zware materialen. Maar het gebeurde ook met zieke varkens die over de muur werden geschoten. Het duurt nog even voordat de trebuchet op zijn plaats staat. Dus maar eens kijken in deze ruimte. Waar een chirurgijn dit weekend in actie zal komen met dit boordje, waarmee in de middeleeuwen gaten in schedels werden gemaakt. Zonder narcose, net als toen. Want narcose kende men in de middeleeuwen niet. Krijgen de patiënten dan flink wat alcohol om te verdoven? Dat gaan we niet doen, maar dat gebeurde in het verleden eigenlijk wel in de middeleeuwen. Een andere interessante ruimte bij het festival is deze ijskelder. In deze gewelven onder de muren van het Valkhof lieten vrouwen zich in de middeleeuwen vrijwillig inmetselen. In Europa waren er 500 vrouwen die eind 14e eeuw zich lieten inmetselen. En daar jarenlang bleven om raad te geven aan de stad. Dus het was een serieuze zaak. Ze namen afscheid van de wereld. Het waren wereldlijke vrouwen, dus niet religieuze dames, maar wereldlijke vrouwen. Intellectuele, wijze vrouwen, wieven.
De trebuchet staat inmiddels op zijn plaats. Een onontbeerlijk wapen voor een middeleeuws leger. Een beetje leger had een paar trebuchets. Niet één, maar meerdere. En het Gebroeders van Limburg Festival begint morgen met een avondconcert. En het festival duurt het hele weekend. En dan krijgt u nog het weer vandaag met Casper Hoodsen. Het noorden en ook zeker oosten van de provincie hadden vandaag relatief de meeste zon. Maar ook wel een paar wolken. Morgen juist andersom het verhaal met de beste papieren in het westen en zuidwesten van Gelderland. Maar uiteindelijk ook elders gewoon een weersverbetering en hele lekkere temperaturen. Vandaag vanuit het westen wolken gehad die steeds verder de provincie binnenkwamen zetten. Hier en daar ook een bui. Daarachter zitten weer opklaringen, hier zo. En daar komen we morgen geleidelijk aan verder in terecht. Maar vanavond en vannacht zijn er naast opklaringen toch ook wel een aantal uitgestrekte wolkenvelden zoals deze. Soms valt er uit een bui. Lang niet overal en ook niet de hele tijd door. Maar goed, hier en daar wordt het wel degelijk eventjes nat. Temperaturen dalen naar zo'n 13 tot 15 graden. Verder rustig weer met weinig wind. Nou, morgen dan bij de start nog de restanten van die wolken. Die zijn ook nog redelijk dik. Daar kan ook een enkele bui nog uitvallen. De grootste kans erop in de Achterhoek. Schuift allemaal naar Duitsland weg. En vanuit het westen komen de opklaringen steeds verder wegzetten. Binnenzetten ten faveur van dit wolkenpakket. Dat in de ochtend op sommige plaatsen er nog wat grijs aan zal laten doen zien. Maar er zijn al plekken die wel wat ruimte hebben voor de zon. Zeker hier zo ook naar het westen van de provincie toe. En vanuit die hoek verbetert het dus in de loop van de dag steeds meer. En kijk eens, hele mooie temperaturen. 24 graden op heel veel locaties. En met de meeste zon naar het westelijk deel van het riviergebied. Daar de hoogste temperaturen van zo'n 25 graden. En bij dit alles een zwakke tot matige oostelijke wind. Mooie dag en ook een heel aardig weekend. Met regelmatig zon en zondag misschien een bui. En tot zover het nieuws, korte hoofdpunten. Er is een man opgepakt in het onderzoek naar de dood van een ermeloze vrouw. En een bijzondere kunstcollectie voor het Krullemule Museum. Ze hebben honderden werken in ontvangst genomen. Dat was het voor nu. Meer nieuws op onze site gld.nl. Ik wens u nog een hele fijne avond.